2,3 miljoen zijn ze ondertussen al. Iedere dag komen er meer dan 100.000 mensen bij. Dit is de allergrootste uitdaging op vlak van asiel en migratie waar de Europese Unie voor staat. Allergrootste. En tegenover die allergrootste uitdaging gaan wij ook allergrootst moeten zijn. Et on l'a déjà fait au niveau européen, avec la directive de protection automatique qui a été attribuée pour la première fois dans l'histoire de l'Union européenne. On va faire en sorte que chaque personne qui arrive en Belgique, venant de l'Ukraine, qu'il soit ukrainien ou quelqu'un qui était réfugié reconnu en Ukraine, recevra cette protection et sera accueilli chez nous. Een dag later hebben we het registratiecentrum geopend in Brussel. Een registratiecentrum geopend op 4 maart om iedereen te registreren die hier toekomt. En de capaciteit die zal uiteraard nog vergroot moeten worden. Maar ondertussen hebben we al meer dan 3000 mensen geregistreerd. En wens ik de mensen van de dienst Vreemdelingenzaken, van FedAsyl, van het Rode Kruis, die dag in dag uit, van maandag tot zondag, van ochtends vroeg tot 's avonds laat heel hard werken, alleen maar te bedanken voor het enorme werk dat zij verzetten. Wie ik uiteraard ook wil bedanken, zijn de lokale besturen. De lokale besturen en alle burgers die vandaag al bewezen hebben wat ik daarvoor al lang wist. Namelijk, wij zijn een solidaire samenleving. Wij zijn solidaire mensen. Wij openen onze harten voor personen die vluchten. Wij openen onze harten voor echte vluchtelingen. Echte vluchtelingen uit Afghanistan, echte vluchtelingen uit Syrië, echte vluchtelingen uit Oekraïne en voor alle echte vluchtelingen die bij ons terechtkomen. En met de plekvrijactie hebben we heel veel solidariteit bereikt, maar we gaan nog veel meer nodig hebben. On aura besoin de tout et tout le monde. Et on sait quels sont les enjeux qui se font au niveau des régions, au niveau des logements. Un enjeu qui est énorme, de créer des logements pour tout le monde. Et ils ne pourront pas le faire tout seuls. On va devoir le faire tous ensemble, au niveau du gouvernement fédéral et au niveau des régions. C'est la raison pour laquelle on était ensemble encore ce matin. C'est la raison pour laquelle on va devoir se mettre coude à coude et faire en sorte qu'on créera aussi des logements collectifs de grande capacité pour faire en sorte que chaque personne puisse être accueillie dans les meilleures circonstances. Dus we hebben al de afspraak gemaakt ook met de regio's dat tegen het einde van de maand ook verschillende tienduizenden plaatsen gecreëerd zullen worden vanuit de regio's. En dat is het voluntarisme dat we vandaag nodig hebben om door deze crisis te geraken. Daarnaast uiteraard is er de registratie in Brussel. En ik zei het, op 3 maart neemt de Europese Unie de beslissing van de automatische bescherming. Een dag later nemen wij de beslissing van de registratie in Brussel. Een registratie die, wat capaciteit betreft, zal moeten verhogen. Tegen maandag moeten we op de heizel zitten en moeten we mensen in de juiste omstandigheden zien te verwelkomen. Maar uiteraard, en het is gezegd geweest door een aantal mensen, Brussel alleen zal niet voldoende zijn. We gaan moeten gaan decentraliseren. We gaan registratie nodig hebben in verschillende steden die ervoor zorgt dat we Oekraïners overal in dit land in de juiste omstandigheden kunnen gaan opvangen. En laatst, er zijn uitdagingen op alle mogelijke vlakken. Want er is de huisvesting in eerste instantie. Maar je hebt nog zoveel dingen te doen. Ces petits enfants qui arrivent ici, qui veulent aller à l'école, qui veulent aller jouer dans un club de foot. Ces femmes qui veulent pouvoir travailler, contribuer, qui veulent aussi avoir une aide psychosociale qui est tellement besoin et qu'on doit tellement leur accorder. On va devoir faire plein de choses ensemble et tout ce que je ne veux surtout pas faire, c'est regarder dans cette lasagne institutionnelle qui doit faire quoi. Tout le monde doit y mettre du sien. On n'a pas le temps de se poser la question ce que l'autre doit faire, on doit se poser la question ce que nous, on peut faire. En dus vandaar op dat vlak, wat we vandaag aan het doen zijn, is een klim van 4e categorie. Een klim van 4e categorie met tienduizenden tot meer dan 100.000 mensen die mogelijk naar België gaan komen. En het wordt een klim van buiten categorie. En alleen trappen zal niet lukken. We gaan het allemaal samen moeten doen. Allemaal samen moeten trappen. Solidair zijn, er hard voor werken, niet kijken naar elkaar, maar samen kijken met elkaar naar alle Oekraïners. Vandaag hier in de zaal. Hier vandaag al op de straten in Brussel. In onze dorpen, in heel het land. Mensen die van onze solidariteit verwachten. Niet enkel in de tweets.
Niet enkel op Facebook, niet enkel vandaag, niet enkel morgen, maar ook de komende maanden en jaren. Het is vandaag tijd dat we solidair zijn met de Oekraïners die er vandaag het meest om vragen, het meest de nood aan hebben. En we zullen ze niet lossen, niet vandaag, niet morgen en nooit niet.